Goedemorgen, lieve mensen. Van harte welkom bij een nieuwe Morning Setup. En vandaag wordt het een beetje een rustige Morning Setup. Want gisteren was ik geveld door iets van een virus, een buikgriepachtig virus. Dus dit is een Morning Setup voor als je een beetje zwakjes bent. Dus als je kunt, dan kom je lekker staan. En ik neem je mee in de dingen die ik dan zoal doe als ik me geveld voel door een griepje, een buikgriepje in dit geval. En het meest belangrijke wat je dan kunt doen is eraan toegeven. En dat is iets wat ik heel lang niet gekund heb. Dan dacht ik, nee, ik moet nog van alles doen en dit kan echt niet. Maar eigenlijk wat er dan is gewoon overgeven, letterlijk, aan de situatie. En wat dan altijd helpt, is bijvoorbeeld even voor nu een zachte beweging. En de beweging die we doen, is een combinatie van een inademing tot aan je schouders, dan een uitademing, dan duw je weg, en dan een inademing. En een uitademing. En dan laat je het weer gaan. Dus adem in. Duw van je af. Op de uitademing. En dan adem in. En op de inademing maak je het rondje. En op de uitademing laat je het weer gaan. En dit is een combinatie van een flow, wat wil zeggen een visualisatie, een beweging en een ademhaling. Nou was het overigens niet zo dat ik gisteren hier de energie voor had. Dan heb ik gewoon in mijn bed gelegen, opgerold als een klein balletje. Gewoon precies wat mijn lichaam wilde doen. Om wat meer energie op te zuigen uit de omgeving, weg te duwen wat ik niet meer nodig heb, te verbinden met de hemel en met de aarde en op die manier eigenlijk mijn hele systeem weer te vullen, te ontladen van wat er niet meer nodig is. En na een paar van deze bewegingen kom je dan tot rust om te voelen hoe het nu voelt. En op te laten komen wat vandaag voor jou de aandacht mag hebben. Wat jouw aandacht verdient. En wat ik voel is dat ik het fijn vind om heel eventjes te integreren. Een zenuwstelsel niet te heftig te belasten vandaag. Maar gewoon even te zijn. En als je dat ook voelt, kun je misschien voelen hoe de voetzolen onder je, hoe die contact maken met de aarde. En hoewel het hier een nat terras is, heb ik er bewust voor gekozen om mijn voeten wat meer te verbinden. Te gronden. En vanuit rust komt er meestal vanzelf weer leven. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Vroeger deed ik het altijd uit mijn hoofd. Dan was ik mezelf aan het pushen. Dan dacht ik, schiet eens op, doe eens wat. Maar ik heb gemerkt dat als ik eerst die hele cyclus afmaak van eigenlijk een soort van freeze, waar mijn lichaam de noodrem aantrekt en zegt, even niet meer. Dat er na verloop van tijd vanzelf de behoefte komt om weer een beetje te bewegen. En de behoefte die er vandaag is, is om mijn ruggengraat wat beweging te gunnen. Zachte beweging. Dus ook als je
je kunt relateren aan mijn verhaal. En dit voelt voor jou als een lekkere beweging. Dan doe met me mee. En ik begin dus al kleintjes. Ik ga niet meteen mijn hele ruggengraat in de uiterste stretch brengen. Maar ik begin bij het begin. Gewoon klein. En dan voel ik, oké, hoe ver kan mijn hoofd meedraaien? En dan laat ik het bewust meedraaien als experimentje om te voelen, is dit oké? En het is oké. En de mazzel is dan dat ik achter me fantastisch de optrekkende wolken kan zien op de berg. En wat kun jij zien? En met deze beweging combineren we het oriënteren. Een practice, een oefening die komt uit het somatische werk. Het werk van Peter Levine, die heel veel goed gedaan heeft in de wereld van de traumaheling. Waarbij we zeg maar eigenlijk leren werken met het zenuwstelsel. Inmiddels laat ik mijn armen weer iets kleiner bewegen, kom ik weer bijna tot stilstand. En hoewel ons hoofd vaak denkt, wat kan deze oefening nou echt precies voor me doen? Dit hele subtiele werk, dit inchecken, even om je heen kijken, kijken of het veilig is. En toch is het voor ons zenuwstelsel, wat eigenlijk gewoon een heel primitief zoogdier is, helpt het. Helpt het wel degelijk. En na deze beweging en het oriënteren voel ik dat mijn ruggengraat nog een kleine voor- en achterwaartse beweging kan gebruiken. Dus wat ik fijn vind vandaag, ik voel dat ik heb zo lang gelegen, dus ik wil mijn rug wel een klein beetje bollen. En kijk maar hoe dat voor jou voelt. Misschien zet je je handen op je bovenbenen. En daarna kun je jezelf weer strekken. Dus dan heb je eigenlijk een staande versie van een man. Dan zie ik dat het internet weer instabiel is. Wat vervelend. Ik hoorde er ook wat commentaren over. Maar het is een uitnodiging om niet alleen naar mij te kijken, maar eigenlijk jouw eigen bewustzijn te volgen in je lijf. Voor wat jij nodig hebt. Ja, een paar van deze bewegingen rol ik weer op. En geef ik mezelf nog wat activatie in de verschillende weefsels die er zijn. Met name hier bij mijn nek, bij mijn armen. Dus beklop jezelf op een manier die voor jou goed voelt. En waarom we dit doen is omdat er heel veel energiebaantjes door ons hele lijf lopen. Niet alleen de grote hoofdmeridianen, maar in de Vedische geschriften hebben ze het wel over 72.000 nadis. Kleine energiepuntjes van A tot Z. Eigenlijk misschien van A naar B eigenlijk. Gewoon kleine verbindingjes. Die zitten ook in ons weefsel. Die houden ons weefsel actief. Het is het lichtlichaam, als het ware. Het energetische lichaam op basis waar ons fysieke lichaam zich mee spiegelt. Dus voel maar of je jezelf op verschillende plekken even kunt bekloppen. Om allerlei blokkades die daar zitten, dingen die niet doorstromen, stijfheid, om dat allemaal in beweging te brengen. Een manier die past bij mijn energie. En dus ik doe het heel doe ik dat nog extra lang op hier het Mingmen point.
aan de achterkant van mijn navel. Het is het zogenaamde Gate of Life, wordt het wel genoemd. Een energetisch punt waar langs we alle energie kunnen aantrekken. En dan eindig ik met de verbinding met mijn onderbuik. Misschien voelt het voor jou goed om ook met je hart te verbinden. Maar voor mij is het goed juist hier met alle rommeligheid gisteren in mijn darmen, in mijn maag, in inderdaad misselijkheid die af en toe opkwam. Om te eindigen met een innerlijke glimlach voor dit deel van mijn lichaam. Wat keihard aan het werken was om alle aanvallers, of dat nou virussen waren of bacteriën, om dat allemaal weer uit mijn lijf te verwijderen. En als je dat merkt, dan kun je ook dankbaar zijn. Kun je ook een lieve glimlach aan je lichaam schenken. Wat zonder dat we er bewust mee bezig zijn, echt dag en nacht bezig is. Om ons veilig te houden. Om ons te laten overleven, heel letterlijk. En daarvoor neemt het soms acties. Autonoom. Zonder dat wij daar bewust bij stilstaan. Maar doet ons lichaam precies wat er nodig is om ons gezond te houden. En dat verdient een dankbaarheid en een erkenning. En ook als je denkt, nou, mijn lichaam vind ik eerder vervelend, want het doet niet precies wat ik wil en maakt dat ik ziek word. In feite is het tegenovergestelde waar. In feite is ons lichaam eigenlijk onze beste vriend of vriendin. Met heel veel waarschuwingssignalen waar we naar kunnen leren luisteren. En dat is vaak een lange weg die we dan afleggen daarvoor. De weg van het hoofd naar het hart wordt het ook wel genoemd. En hoewel het maar een kort stukje is, is het toch een lange weg om te gaan samenwerken met ons lichaam. En morgen, donderdag 5 september, heb ik weer een keer een masterclass waarin ik dieper inga op de biologie van ons zenuwstelsel. En met name de freeze, wat een van de minst begrepen staten is. Nou, mocht je dit nog zien tijdig op YouTube, dan kun je je aanmelden via de link die ik in de beschrijving zet. En als je op mijn lijst staat, dan heb je er een paar mailtjes over gekregen. Er komt een replay, dus ook als je er niet live bij kunt zijn, dan krijg je de replay. Ik hoop je daar morgenavond te zien, van mijn hart naar jouw hart. Namaste.